Belfast heeft het afgelopen jaar veel minder muskusratten gevangen dan het jaar daarvoor. En dat is goed nieuws voor de dijken in onze provincie, want die worden nu veel minder aangetast door die muskusrat. Nou, hier hebben we de muskusrat, dat is het dier waar het ons voornamelijk om te doen is. En dan hebben we hier nog zijn grote broer uit Zuid-Amerika en dat is de beverrat. En waar wij 10 jaar geleden nog op rond de 20.000 vaccins zaten, zitten wij nu nog op ongeveer 400 vaccins per jaar. En het doel is om die nog verder naar beneden te krijgen. Om de beesten te vangen maakt het waterschap gebruik van fuiken en klimmen. Maar omdat de populatie slinkt, wordt het steeds lastiger de ratten op te sporen. Daarom wordt er sinds kort ook gezocht naar eDNA. Dat is DNA dat in het water te vinden is. Het is een apparaatje wat automatisch water kan aanzuigen door middel van een pompje uit het water. Dat verzamelt in een flesje van maximaal 500 milliliter. Nou, en nu zuigt hij het water, zuigt hij omhoog. Alle beetjes DNA die in het water terechtkomen, ja, dat vangt hij op en dat hebben we zo meteen in het potje. Inmiddels is het potje dus zo goed als gevuld. Dezelfde dag wordt hij afgeleverd bij het lab. En dan krijgen wij op het einde van de week de uitslag binnen. En dan weten wij de maandag erop of wij over bepaalde trajecten aan de gang kunnen om achter de muskusratten aan te gaan. De waterschappen streven ernaar dat over 10 jaar alle muskusratten zijn verdreven. Onze doelstelling is om naar nul te gaan. En we zijn hard op weg om daarheen te gaan. En daar zit een heel mooi middel voor om daar te komen.